zijn bij een nieuw video. We gaan kijken wat voor SBC'ers zijn, doelstellingen zijn en in het perk zitten. Maakje matches zijn er sowieso op donderdag. Gisteren was wel Silverstars. Had ik niet verwacht, omdat ze niet op tijd waren. Maar heb ik compleet gemaakt. Sulemana, prima. Gaan we naar de SBC's. Is een makkie matchup, sowieso. En Koulibaly, Sierra, Player of the Month. En Gustil, Eredivisie, Player of the Month. Oké, dat zijn nieuwe dit jaar. Sierra en Eredivisie. Hier moet je, daar hebben we 83, 84, 85 en 87. Een goede design. Normaal hoog. Hij is heel, heel sterk. Redelijk snel. Hij heeft een boost gekregen van 2 volgens mij. Ja, van 2. 86 naar 88. Hij heeft 2 meer snelheid. 3 meer pasen. 2 meer dribbelen. 2 meer verdedigen. En 2 meer fysiek. Zijn normale kaartje 86 kost 22k. Dus zou rond boven de 100k zijn. Dus dat ik denk rond de 140, 150k. En dan Gustil. Eredivisie, Player of the Month. Een 83 reed het 80 cam en 1 speler. Drista. Ja, voor FIFA is het niet goed. Maar als je voor Nederlands elftal spelers wil hebben, of Nederlandse spelers of Eredivisie spelers, is het een leuke speler. En dan hebben we de marquee matchup voor de totale prijs van zelfs een elektrische spelerspakket, die ik krijg van 4. Is allemaal landen: Zweden tegen Griekenland, Duitsland tegen Roemenië, België tegen Frankrijk en Colombia tegen Brazilië. Ik krijg top. Klein top gouden speler, klein top gemunt en gemunt. We gaan het doen. Wat je hier moet doen is 1 Belgische, 1 Franse, 3 85 cam. Maximaal 3 uit hetzelfde land. Dus in principe zou je dit gewoon 1 competitie kunnen doen. Je moet 1 Frans hebben, maar... Even kijken hoor. Hier de Fransen. Alleen 1 Belg nog. Nou, hier Kastanje. Perfect. Minimaal 3 rares. Oké. Dat lukt wel. We hebben nog een Franse. Sishenko. CVM, Heden, Spits, we hebben een Ayu en we hebben nu al genoeg rated en genoeg. Hij kan daar en links buiten. Deze, hoppa, top Electrum. Spelerspakket. Dan gaan we naar Colombia, Brazilië. 1 Colombiaanse, 1 Brazilië, maximaal club 6. Minimaal goud 6. 72 rated. En 80 chemistry. Dan ga ik even naar de Serie A. Tarkovsky. Felipe. Alleen 1 Colombiaan. We moeten wel opletten nu wat clubs we gebruiken. Mag er nog 2 clubs.
van één club. Hier is Colombia, mooi. En dan gaan we kijken. Zijn er dezelfde clubs? Nee, maar prima. Gooi hem erin. En hier is Serie A. Mooi, een klein topgouden Spanish cut. Duitsland en Roemenië. Eén Duitse of Roemenië. Maximaal club van 1 is 3. 3 gespeeld, 1 club. 2 gouden, 2 ras, 7 rated. Oké, dat is niet heel moeilijk. Dan gaan we hier. Oh. We hebben een Duitser, mooi. En kijk of dit kan hoor. Mooi, ik ga gewoon kijken wat hierboven zit dan, want ik ben nu wel. Even een strong linkjes. Een perfect link nog zelfs beter. Dan hebben we daar een mooie chemistry. Hier is Spanje. We wel twee rijen hebben zo meteen. Oké, even rijen hebben. Daar de chemistry. We moeten even kijken bij Spaans. Spaans. Hi. Mooi. Is dat klaar? Hop. En als laatste. Gaan we natuurlijk Zweden, Griekenland. Minimaal competitie 2 uit dezelfde competitie. Minimaal zilver. 2 rares, 1 Grieks of Zweeds. Oké. Achttiende. Hier een 18e, mooi. Laatste verstelde club. Dan moet ze een Zweed zijn. Of een Griek, hè? Ja, lekker. Pak je Engels. Zijn even Engels 2, ja mooi, dan gaan we die andere hier naartoe gaan. Zeventig chemistry, dat moet lukken. Je mag
moet het zilver zijn. Minimaal. Mooi. Hier kun je gewoon zilver doen. Mooi. Dan gaan we gewoon zilver doen. Mooi. Is dat klaar? Is dat het marquee matchups? We gaan een paar packs openen. Maar de grote packs bewaar ik voor morgen. Want morgen komt er een pack opening voor 10-2 van de One to Watch. Messi, Lukaku, etcetera, etcetera. Dus we gaan ook onze rivals openen. Ik krijg een 50 kraapket met 11k coins. Tradable. Of 22k coins met untradable. Of helemaal 4k coins met... Nee, we gaan gewoon voor tradable. Die bewaar ik voor morgen. Divisie 5 zit erin. 11k coins. Dat is wel heerlijk. We zitten aardig op koers voor de Weekend League Qualification Playoffs. Die speel ik in de weekend. Daar stream ik ook over. Dus we gaan een paar packjes openen. En dan gaan we morgen een grote pack opening. Gemengd spelerspakket. Zowel een gouden rare. André. Hij is tradable natuurlijk. Dus dat scheelt. Dus we discarden doen. Deze bewaren we. Deze niet. Klein topgemengd. Ja, die ken ik niet. Die ken ik niet. Martinez. En de laatste pakket alweer. Want de rest bewaar ik denk ik. Die bewaar ik. Hier hebben ze... Oh, dat is nieuws. Bij tradable packs krijg je geen minimaal aantal rating. Bij untradable wel. Al wel. Hier zegt wel 82+. En hier niet. Hier niet. De maximaal staat 83+. En wat voor pakketjes zijn er? Een 25k pakket. Oh. Met een one to watch en 2,5%. Maar goed, ik heb een klein topgouden spelerspakket. Dan sluit ik hierbij af. Dat is een 82. Of 80 bedoel ik, Marcelo. Dan zeg ik hierbij. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao. Later.